Het gevecht met de herinnering is gestopt. Of je bent bezig stap voor stap dat te verzachten. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een persoon waar je vroeger ruzie mee had en niet kon uitstaan. En dat je door verloop van tijd die persoon anders bent gaan zien. Je hebt ermee leren omgaan. Je hebt geen weerstand meer tegen die persoon. Hoe heb je dat gedaan? Of misschien ken je wel mensen die dat hebben gedaan. En dat betekent dat je dat met elke herinnering kan doen. Maar je logische, analytische geest weet misschien nog niet precies hoe en waarom. Maar je onderbewuste heeft het al eens eerder gedaan met andere herinneringen. Soms in diepe slaap, terwijl je bewuste geest helemaal buiten Westen is. En je werkelijk diep slaapt en droomt. En je niet bewust meer bent dat je ooit wakker was. Omdat je slaapt, is je onderbewustzijn bezig met bepaalde oude herinneringen. Te deleten, uit te gutten, te verzachten. Dan kan je dat geluid bij maken. Delete, verzachten, uitgutten. Nou, mijn dochter is nu op school aan het leren gummen. Ze heeft een potlood meegenomen en aan de bovenkant zit een gum en ze heeft gezegd, papa, weet jij wat een gum is? En ik zeg, waarschijnlijk niet zoveel als jij ervan weet. Kun je me wat meer erover vertellen wat gummen precies is? Dus ik zeg, schrijf maar wat op. Had ze heel diep letters opgeschreven. Gingen bijna door het papier heen. Een hele indrukwekkende tekst. En op een gegeven moment draaide ze de potlood om. Begon ze letter voor letter. Ik zag het zo voor me uitgegumd worden. Zag je eigenlijk die oude letters in dat stukje gum? Toen deze. En helemaal weg. Toen zei ik, waar is het nou? Zegt ze, uitgegumd. Zo. Uitgegumd. En toen zei ik, sluit je ogen. En laat je onderbewustzijn die herinneringen uitgummen die nodig zijn. Zei ze, maar papa, ik ben nog niet zo oud. Ik zeg, ja, maar weet je nog die spin die ene keer? Gaan ze eraan herinneren. Ja, omdat ze vaak bang is. Een reactie van een spin bang is. En toen zei ik, oké, zie de spin en gum het maar uit. Ah. En merk op hoe het nu anders voelt. Wanneer je aan de oude spin denkt, geef het maar een roze balletjurk, die spin. Een tutu. Toen zei ze, dat is gek. Ik zeg, ja, maar je onderbewustzijn weet niet het verschil tussen wat je je inbeeldt en realiteit. Dus maak er gebruik van. Zeg ze, mag ik nog één keer gummen? Ik heb nog een herinnering. Ik zeg, ja, ga je gang. Ga maar helemaal los. Terwijl je slaapt en droomt, neem je gum maar mee. Dat wanneer je weer wakker wordt, dat je hele lijf beter voelt. Lichter voelt. Opgewekter voelt. En als juf wat zegt in de klas, dat je niet bevalt, gum er hele gezicht naar uit. En pak je clownsneus uit je linkerbroekzak en zet het op haar gezicht. Moet ik dan een echte clownsneus meenemen? Nee, het is denkbeeldig. Maar anders wordt ze misschien uit de klas gezet. Maar dat zou dan een goede reden zijn, vind ik. Je mag een lerares de klas uitzetten, of een leraar op een basisschool bedoel ik, wanneer je dus een clownsneus hebt gegeven. Ze hebben grote teksten, posters, faalangst, lezing. En dan denk ik, ja, dat is apart dat de leraar en lerarenlessen faalangstlessen gaan geven, terwijl ze het zelf geïnstalleerd hebben. Ja. Maar niet weten dat ze dat hebben geïnstalleerd. Dus we gaan uw dochter eventjes wat educatie geven over faalangst. Ik zeg, hoe komt ze daar dan aan? Mijn dochter faalangst? Ik zeg, je kent me niet. Je kent haar ook niet. Ik zeg, pas maar op, want ze heeft een gum. En een clownsneus. Nou, dus er zijn bepaalde herinneringen die een heel goed gevoel geven aan jou.